Is hij hier nu al aan het filmen of niet? Ah. Ja, oké. Hallo. Goedemorgen, we zijn op de luchthaven. Goedemorgen. Julie komt mee met mijn familietje op reis. Ja, ik heb er keiveel zin in. Yeah. Nice, here we go. Toen wij denken aan onze vlucht, dat wij hebben gehad naar Lissabon. Oh my god. Een bliksemschicht. Ja, we hadden een bliksemschicht. Op onze bliksemuitslag. Ja, ja, ja. Dus we waren rustig aan het vliegen en we gingen landen. En ineens echt zo fliet door heel het vliegtuig. Echt waar, iedereen was aan het roepen, aan het tieren. Echt, dat is waanzin. Iedereen in paniek, wij ook. Ja, we gaan dat nu laten zien. Oh, prima. Ik heb het niet aan. The next morning. Goedemorgen. Groetjes van bij de zon in Frankrijk. We hebben een vriendschapsbandje gekocht. Oeh, leuk hè? Hours later. Hey iedereen, wij zijn net terug van de marktje. En ja, wat gaan we doen? Wij gaan tie-dyes maken! Dat zijn zo'n t-shirts met allemaal felle kleuren, allemaal door elkaar. We zijn net naar een marktje geweest en we hebben daar twee witte t-shirts gekocht. Super goedkoop. En dan bij samen 3 euro hebben neergelegd voor twee witte t-shirts. En ja, die gaan wij nu pimpen. Hè. Gaan keiveel zin in? Ja, ik heb er keiveel zin in. Let's go. Wat gaan we pakken? Ik denk dat ik zo'n spiraalvorm wil. Dat is wel cool. Dat is dat. Ja. Julie? Josephine. Keigoed. Joehoe! Oké, let's start it. Ik moet dat zo wat in een spiraal doen. Zo, hè? Toch? En dan staat er dat ik daar zo wat rekkers moet ronddoen. Dus dan gaan we dat ook doen. Hupsakee. Perfect. Oké, en nu gaan we de kleurtjes proberen, hè? Voor mij dan mocht iets wel, alsjeblieft. Nee, Julie! Oh nee, oh nee, wat doe ik nu? Oh nee. Te doen. Elk deel in een klein kleurtje doen. Wacht, we gaan opnieuw doen. Dus? Amai, ik was even al een paniekje aan het hebben. Amai, maar deze is zo tof om te doen. Oh my god, wow, dat is cool. Dat is de eerste keer dat we dat doen, hè. Dus voor ons is het zelf een experiment. Hey! Ik denk dat dat het is, hè. Kijk! Woe! Perfect. Dus dan gaan we dat nu even in plastic doen. Nu moet dat dus 6 tot 8 uren laten weken. Boom! 8 hours later. Oké, we gaan naar het resultaat kijken. Spannend! Hopelijk is het gelukt. Cool. Wow! Amai, dat is nog wel leuk. Amai, dat is superleuk. Spannend. Oh my god, ik ben zo benieuwd eigenlijk. Oh my god, ik vind het echt nog wel tof. Tadaa! Woehoe! En als jullie vinden dat het geslaagd is, doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet nooit handschoenen. The next day. Wij hebben dus gisteren onze tie-dyes gemaakt. Woe! En ik weet dat Julie houdt van crop tops. En ik dacht in mijn eigen van eigenlijk is dat wel leuk om haar een t-shirt gewoon om te vormen in een crop top. Dus ik heb een schaar, ik heb Julie en ik heb haar een t-shirt. Top! A few moments later. Woe! Thank you, Jos. Woe!